Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren. Vandaag is de 12e editie van het Concours Hippiek De Wolden in Veningen begonnen. In het CA De Wolden journaal ziet u onder andere hoe springruiter Albert Soer zich voorbereidt op het concours. Naast topruiters heeft CH De Wolden ook een topparcoursbouwer. Louis Konings uit Deest kwam gisteren aan in het regenachtige Veningen. Konings is misschien wel de beste parcoursbouwer van Nederland, maar hij doet dat niet alleen in ons land, hij reist heel Europa door. Ja, ik ga nu binnenkort ga ik naar Varberg, Zweden, daarna naar België, daarna naar Polen, nog een keer naar Zweden en dan komen we in het najaar in Oslo uit. Konings is al vanaf het begin betrokken bij CH De Wolden. Al meer dan 10 keer ontwierp hij het parcours met hindernissen voor het Drentse Concours Hippiek. En elk jaar met veel plezier. Nou, De Wolden is sfeer. Wolden is topsport. Alle goede grote namen wil hij heel graag rijden. De accommodatie is uitstekend. De gastvrijheid is bijzonder. En het publiek doet natuurlijk ook mee. Konings is al zo'n 20 jaar parcoursbouwer en hij weet dus inmiddels van de hoed en de rand. Ik ben eigenlijk als ruiter begonnen met parcoursbouwen. En heel langzaam werd dat rijden steeds minder en parcoursbouwen steeds meer. Toen op een gegeven moment kreeg ik de kans om met internationale parcoursbouwers mee te lopen. En van daaruit is eigenlijk mijn carrière. Maar dan zijn we toch alweer bijna 20 jaar terug. Maar het is wel een bijzonder vak. Het is heel bijzonder. Dus je ziet, parcours is eigenlijk, je hebt een wedstrijd en er zijn verschillende klassen. Voor jonge paarden, meer ervaren paarden, snelle paarden. En elke klasse heeft zijn eigen parcours. Dus dan probeer je dan een soort traject uit te zetten wat voor die klasse geschikt is om ook een mooie wedstrijd te krijgen. De hindernissen in Veningen staan dus precies zo als Konings het bedacht en uitgetekend heeft. Ja, we tekenen op schaal en dat betekent ook dat je weet of het erin gepast of niet. Want je hebt eigenlijk altijd te maken met de afstanden. En afstanden is wel heel belangrijk bij het vak van parcoursbouwen, denk ik. Ja, het paard heeft een bepaalde galoppas. Die varieert naarmate het tempo is. Varieert ook wel tussen paarden. Maar dat geeft in feite aan de opgave die de ruiter moet maken. Het plan wat daarbij hoort. En dat is die afstand. Konings past de lijnen aan op het terrein van het parcours. Nou, je hebt allerlei verschillende pistes. Zoals deze piste waar we nu bij staan is een hele opmerkelijke piste. De vorm is wat driehoekig en het andere mooie aan deze piste is dat hij wat afloopt. En dat maakt het ook weer moeilijker, omdat je dus in die helling eigenlijk die ruiter en paard het goed in balans moet houden. De parcoursbouwer is niet klaar als de hindernissen eenmaal zijn opgebouwd. Hij is de hele tijd bij het CH De Wolden aanwezig. Zo kan hij gedurende de week het parcours nog aanpassen. We hebben bepaalde hindernissen, die komen natuurlijk elke dag terug. Aan de andere kant proberen we wel steeds elke dag een variatie te maken in de opgave die we voor de ruiters voorschotelen. En aan de deelnemers die aan de start van CH De Wolden verschijnen, heeft Louis Konings nog wel een verzoek. Goed weer meebrengen. De bekendste Drentse deelnemer aan CH De Wolden is zonder twijfel Albert Soer uit Echten. Voor de springruiter is het een thuiswedstrijd. Ja, dat is toch wel heel leuk eigenlijk, zeg maar. Als ik met de auto één keer gas geef, dan ben ik er. Dus dat is op zich wel lekker. En het is natuurlijk gewoon een heel fijn, mooi concours om te rijden, zeg maar. Je ziet ook de laatste jaren dat het eigenlijk elk jaar nog weer enorm groeit, zeg maar. Dus dat vind ik toch wel leuk eigenlijk. Kan Drenthe trots zijn op zo'n concours? Ja, dat denk ik zeker wel. Het is een concours wat gewoon enorm is uitgegroeid ook naar een groot concours. En het is natuurlijk altijd gewoon mooi. Je hebt 2 weken achter elkaar gewoon super sport met goede accommodatie. Alles goed voor elkaar. Dus ik denk zeker dat Drenthe er trots op mag zijn. In 2013 won Soer de grote prijs van CH De Wolden op zijn toenmalige toppaard Abracadabra. Albert Soer, en nou die wending naar links, nog 2 hindernissen. En dan een lange weg naar de laatste hindernis. Albert Soer. Ja, het gaat goed. En nou naar die laatste. Goed de voorzetten, hij rijdt goed door. 33, 36. Toen wonnen we de grote prijs, dus daar hebben we zeker goede herinneringen aan. Is dat dan extra speciaal om voor een thuispubliek een grote prijs te winnen?
Ja, dat was op zich sowieso is het natuurlijk altijd hartstikke mooi als je een grote prijs wint, zeg maar. En dan zeker natuurlijk als het zo dichtbij is en echt voor thuispubliek is, zeg maar. Plus daarbij kwam het dat ik dat paard eigenlijk voor Abracadabra was dat. Reed ik eigenlijk voor een van de eerste keren in een grote prijs. En dat hij het dan gelijk zo aanpakte, zeg maar, dat was natuurlijk helemaal overweldigend. Maar Abracadabra is verkocht en dus doet Soer dit jaar met andere paarden mee in Veningen. Dit jaar gaan we weer op nieuwe troeven uitproberen. Hij staat hier achter ons. Hegrims Cancun is de planning. Daarnaast neem ik nog jongere paarden mee. Ook nog een 8-jarige, waarschijnlijk Dundrum genaamd. En die zou eventueel ook nog grote prijs kunnen lopen. Dus dan kan ik altijd nog even kijken hoe de vorm daar op het concours zelf is. Maar normaal gesproken is de planning om Hegrims Cancun VDM te rijden. Aan CH De Wolde doen dit jaar veel grote namen mee, zoals Jeroen Dubbeldam en Gerco Schreuder. Soer denkt dan ook dat hij veel concurrentie heeft in de race om de hoofdprijs. Ik denk iedereen, ik bedoel het deelnemersveld, wat ik gehoord heb, is overweldigend met alle grote namen die daar komen. Dus ik denk dat iedereen gewoon een concurrent is en dat het gewoon een hele strijd gaat worden, maar we gaan het zeker aan. Toch denkt Soer dat hij ook dit jaar een goede kans maakt de grote prijs te winnen. Ja, elke ronde is weer een nieuwe, zeg ik. Dus het is altijd even afwachten. Dus, maar Hegrims Cancun heeft eigenlijk de laatste concoursen heel goed gepresteerd. Dus ik ga zeker voor de overwinning. Eerdere jaren gooide het slechte weer nog wel eens roet in het eten bij CH De Wolde. Maar ondanks de regenval van de afgelopen weken denkt Soer dat het nu geen problemen oplevert. De hoofdring is natuurlijk gewoon een superbodem waar je eigenlijk altijd kunt rijden. In de bijring is ook een zandbodem, dus op zich gaat dat ook wel. Alleen daar wil het water heel af en toe nog wel een keer iets op staan. Maar we hebben mooi weer in het vooruitzicht, dus ik denk dat het geen problemen geeft. Een nieuwe aanwinst voor het Concours Hippique. De witte VIP-tenten zijn vervangen voor een historische Zaanse houtloods die voorheen in Hogeveen stond bij houthandel Robaard en de Jonge. Het was een heel karwei om de loods in Veningen op poten te krijgen. We zijn vorig jaar in augustus zijn we begonnen met af te breken in Hogeveen. Hebben hem van het winter hier laten overwinteren. En we zijn in eind februari, begin maart zijn we begonnen met de fundering en dergelijke. En is eigenlijk sinds deze week is die klaar. Dat is inderdaad een hele puzzel geweest. Dus alles moest ook gemerkt worden om het weer op een goede manier weer terug te kunnen zetten in de oude staat. En deze houtloods is er niet zomaar eentje. De 135-jarige loods is volgens een kenner namelijk heel bijzonder. Het feit dat deze loods een restant is van een wereldberoemde houtzagerij in de Zaanstreek vanwege zijn constructie, daar zijn er nog maar weinig van. En dat maakt het pand erg uniek. Het bestuur van het concours is daarom ook maar wat trots op de nieuwe VIP-ruimte. Niet een beetje trots. Ik denk dat ik best mag zeggen dat we er bijzonder trots op zijn. We hadden wel zoiets in gedachten, dat zeker wel. Maar je moet altijd, het is heel anders dan die in Hogeveen was. Nu hadden we al die glaswanden erin. En we konden ons natuurlijk wel een beetje een voorstelling maken hoe het eruit zou komen te zien. Maar het is altijd spannend hoe het eruit ziet. Heel, heel goed geslaagd, denk ik. De loods wordt niet alleen gebruikt voor ontvangst van de VIP-gasten tijdens het concours. Ook tijdens andere evenementen komt hij goed van pas. Hij wordt gebruikt voor de samenloop voor de kankerbestrijding in september. En we zullen heus nog een keer vaker gebruiken, maar hoofdzakelijk voor CH De Wolde. De grote prijs van CH De Wolde is aanstaande zondag en volgende week zondag live te volgen op TV Drenthe. Morgen in het CH De Wolde journaal nemen we onder andere een kijkje in de honderden stallen op het terrein. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren.